Ik noem je ook wel eens de drukste volkszanger van Nederland. Want dan huur je weer een sporthal af. Dan ga je weer met een boot vol fans op pad. Waar ben je allemaal mee bezig, Marco, op het moment? Nou, ik moet zeggen, het is wel een van mijn drukste periodes van mijn leven op dit moment. Ik heb niet lang geleden een mooi contract mogen tekenen bij Energy Music. Waar we een prachtige nieuwe single, Jij bent de leukste, mee hebben uitgebracht. Ja, en daaromheen zit heel veel promotiewerk. Maar ja, we hebben natuurlijk onze eigen dingen ook gepland. De boottochten, de feesten. Aankomende 31 oktober, de sporthal van Terradi op zijn kop moet. Ja, het is een drukte van belang, maar erg leuk. Je gaat echt van het ene feest naar het andere, hè? Ja. En echt in de weekenden ook. Ik vlieg van hot naar her. En ik ben heel gelukkig artiest dat ik zo'n drukke agenda heb. Want ja, we hebben jarenlang aan gewerkt om dat toch te bereiken. En ja, het komt er nu echt heel mooi uitzet allemaal. Nee, het is soms echt wel eens lastig dat je zoveel dingen wil doen en goed wil doen. Je moet alles bijhouden, alles moet gepland worden. Op radiogebied en op je eigen carrièregebied. En dan ja, heb je thuis ook nog een privéleven wat in takt gehouden moet worden. Ja, het is soms druk, maar wel erg leuk allemaal om zo te mogen te leven, zeg maar. We proberen een paar dagen wel tussenuit te gaan, maar er moet een nieuw album komen. 31 oktober moet er een nieuw album gepresenteerd worden. Nou, er moeten nog 6 nieuwe stukken voor opgenomen worden. Dus ja, er moet nog hier en daar tijd voor ingeruimd gaan worden.